Wij denken opnieuw een mysterie te hebben opgelost. Te weten, welke was dit? Under the Surface. Ja. Er is weer een mooie... Wat? Waar wij op zoek gaan naar gaten. Ja, er is hier een mooi gat in de grond. En er staat hier, the secret dwells alone. Dus we moeten hier, daar dat eenzame bolletje opzoeken. En we moeten het oplossen, maar met het verboden patroon voor de opposite color. Nou zit dit gat in de grond. Daar staat Marjolein, die staat daar al beneden. Jullie zien haar al. Even kijken op de map. Het is dit gat in de map. Daar gaan we naartoe. Als we vanaf bovenaf vliegen, zien we ook inderdaad hier gat, gat, gat. Ik pak even die invisible ring mee. Dit is het gat. Hier is de eenzame puzzel. 4 sterren. Ik heb net ook geconstateerd dat er dus echt puzzels per server zijn. Ik was net een puzzel aan het oplossen toen jij mij invite en toen is die weg. En wat moeten wij doen? Wat ik hier moet doen, was we moeten de puzzel oplossen. Als ware de forbidden pattern, daar staat nu, ik mag geen Tetris blokje maken met wit. Ja. Dat verandert dus naar, je mag geen Tetris blokje maken met zwart. Oké. En verder is de regel hetzelfde, volgens mij, als ik het goed begrijp. Dus connect all dark cells, dat blijft hetzelfde. En geen Tetris blokje maken. Als ik het goed begrijp. Maar überhaupt geen Tetris blokje, of wel met wit en niet met zwart? Wel met wit dan. Alleen niet met zwart, want dat is de aangepaste regel. Dat is de aangepaste regel. Dus dan moeten we kijken, connect all dark cells en die vorm moeten we passend maken. Hoe gaan we dat dan doen? Want we kunnen dan dus geen gebruik maken van foresight, omdat we de regels veranderen. Klopt. Dus de vraag is, hoe gaan we dit dan doen? Door meer wit ertussen te gooien. Meer wit ertussen te gooien. Even kijken. Stel, ik maak dit zo. Ik maak hem rond. Ik mag geen Tetris blokje maken, dus die moet wit zijn. Die moet wit zijn. Precies, dit moet dat, verbonden. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En nu, ik mag nu dus wel een wit ding. Maar hij zegt is fout, maar volgens de nieuwe regels mag het wel. Dat is misschien verwarrend. Die moet wit zijn, anders maken we een patroontje. Ik heb hier een tetrasblokje. Even kijken. Deze, hetzelfde. Ik wil gewoon zoveel mogelijk buitenom, denk ik. 9. Ja, die 9, dus daar kan ik gewoon een vierkant blok van 9 van maken. Ja, precies. Dan kunnen we daar weer omheen bouwen. Dan kan die niet, die niet. Hier mogen we geen blokjes maken. Dit moet allemaal dan wit zijn, die moet ook wit zijn. Die mogen niet aan elkaar, die moet dan zwart zijn. Maar connect all dark cells moet dus wel. Ja. Dat is vervelend. Daar moet ik dan omheen. Die 5, ik kan hem hier niet recht naar beneden dicht bouwen, want dan kan ik die 5 niet meer maken. Stel, ik ga daar omheen. We moeten ook die 8 nog aan elkaar maken. Die 12, die moeten aan elkaar. Nou, laten we die dicht bouwen, lijkt me makkelijk. Hier moet ik tussendoor, denk ik. Dus dan krijg ik sowieso deze verbinding. Als ik daar tussendoor moet. Maar dit is een Tetris blokje. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er moeten er nog 2 bij. 11, 12. Dat kan. Moet ik die dichtbouwen? Dat kan. Dan moet die weer wit zijn. Anders krijg ik een Tetris blokje. En die ook. Hier moet ik doorbouwen. Die achter moeten aan elkaar. Ik kan hier niet naar boven, want dan sluit ik die achter af. Ja, ik kan natuurlijk gewoon de slangpuzzel maken. En hier 3, is dit dan 8? Ja. Die moet ik verbinden. Nee, dat hoeft niet, want die wordt onderlangs verbonden. Nee, als ik dit doe, dan krijg ik daar een Tetris blokje. Zo krijg ik geen Tetris blokje. Dan wordt die wit, is 8 en dit is 5. Yes!
Lekker. Lekker. Ja. Ja, we hebben eerder in een level geleerd dat als je niet zo'n Tetris-blokje mag maken, dat je dan de slangenmethode moet gebruiken. Dus je moet zoveel mogelijk lange stukken maken en S-S'jes, zeg maar. Dan wordt hier voor mij... Ik ga weer het schip in. Dan wordt hier voor mij nu weer een bol ingevuld. Dan gaan we de video afronden. Dan ga ik Marjolein op weg helpen zo. Kom goed. Wij zien jullie weer in de volgende mysterie. Ja, dag, tot dan. Joejoe.